Hallo allemaal en welkom bij deze video waarin ik ga demonstreren hoe je een PC bouwt. We gaan er meteen aan beginnen, maar eerst ga ik even overlopen welke onderdelen je zoal nodig hebt om een PC te bouwen. Voor de CPU heb ik een Intel i5-4670K die standaard draait aan 3,4 GHz. Hij gaat echter overclockt worden, dus er is een beetje extra koeling nodig. Daarvoor zal deze Cooler Master HyperTX3 Evo voor zorgen. Voor het moederbord heb ik een Asus B85MG en voor RAM heb ik een kit van 8 GB DDR3 geheugen. Deze computer gaat vooral gebruikt worden om op te gamen, dus we hebben een stevige grafische kaart nodig. Daarvoor heb ik deze GeForce GTX 1070 van MSI. Voor opslag heb ik een harde schijf van 500 GB van Western Digital en een SSD van Samsung van 250 GB. Ik heb ook nog een CD-DVD-station. Dat is tegenwoordig niet meer zo heel vaak nodig, maar het kan altijd handig zijn. Om al deze onderdelen stroom te geven, heb ik een power supply van Corsair, de GS800. Al deze onderdelen gaan we natuurlijk in een case monteren en het is ook praktisch dat je de juiste tools in de buurt hebt liggen. Ziezo, nu ik alles klaar heb liggen, kunnen we aan het monteren beginnen. Om je elektronische onderdelen te beschermen is het belangrijk dat er geen elektrische bronnen in de buurt zijn. Daarom gebruik ik hier papier als ondergrond omdat dat geen elektriciteit geleidt. Het is ook belangrijk dat je jezelf ontlaat van statische elektriciteit. Dit kan je doen door een metalen object aan te raken dat geaard is. Het eerste onderdeel dat we nodig hebben is het moederbord. En het eerste onderdeel dat we gaan installeren is de processor. Duw de hendel bij de socket naar beneden en naar buiten om het klepje open te kunnen doen. Zoek daarna op de processor de hoek aangeduid met een driehoekje en zoek dat driehoekje ook op de socket van het moederbord. Zo weet je hoe dat je de processor moet oriënteren. Leg de processor in de socket en doe het klepje toe. Het is belangrijk dat je niet op de processor duwt. Nu gaan we het werkgeheugen installeren. Trek de klepjes van de slots achteruit en zoek het gleufje in het RAM-latje. Zorg ervoor dat dit gleufje overeenkomt met het uitsteeksel in het RAM-slot en duw dan het RAM-slotje stevig op het bord. Herhaal dit voor het tweede RAM-latje. Nu wil ik de CPU-cooler installeren, maar die moet eerst nog gemonteerd worden. Neem alle nodige onderdelen en lees de handleiding. Zo kom je te weten hoe je de voetjes aan de cooler moet vijzen. Vijs alle voetjes vast en neem je moederbord er weer bij. Voor de installatie van de cooler moet je een beetje koelpasta aanbrengen op de processor. Als je dat gedaan hebt, kan je de cooler via het klikmechanisme op je moederbord vastklikken. Denk voor je dit doet ook aan de oriëntatie van de cooler. Je kan er best voor zorgen dat de cooler de warme lucht naar boven zal blazen. Je kan ook meteen de stekker voor de ventilator aansluiten op het moederbord. Het moederbord is nu klaar om geïnstalleerd te worden, maar de case nog niet. Eerst moeten we de voetjes van het moederbord op de juiste plaatsen in de case schroeven. Als dat gebeurd is, kunnen we het moederbord in de case zetten. Het is het beste om het moederbord onder een hoek in de case te plaatsen en het dan te kantelen tot het juist zit. Nu het moederbord geïnstalleerd is, kan je de stekkers voor je frontpanel aansluiten. Raadpleeg hiervoor de handleiding om te weten welke stekker op welke aansluiting moet. Als volgende gaan we de opslag installeren. De SSD is te klein om in een slot te passen, dus daar moeten eerst nog rails aangeschroefd worden. Eenmaal dat gedaan is, kunnen zowel de SSD als de harde schijf gewoon in de kast geklikt worden.
Dan installeren we ook het optestation dat gewoon bovenaan in de kast kan ingeschoven worden. Hierna installeer ik graag de voeding. Dit is een redelijk groot onderdeel, dus het is gemakkelijk dat je dit voor de grafische kaart installeert. De voeding komt onderaan in de kast en kan achteraan vastgeschroefd worden. Als de voeding geïnstalleerd is, kunnen ook alle bijhorende stroomkabels naar de juiste plaats geleid worden. Om te weten welke kabel waar moet en wat juist allemaal stroom moet krijgen, kan je ook weer best de handleiding van je moederbord en je voeding raadplegen. Daarna worden ook de datakabels voor de harde schijf, de SSD en het optisch station aangebracht. En daarna is het tijd om de grafische kaart te installeren. De grafische kaart installeren doe je door de aansluiting van de grafische kaart rechtstreeks tegenover het PCIe-slot van het moederbord te plaatsen en door dan de grafische kaart stevig naar beneden te duwen. Als je dit correct doet, zal je horen dat de kaart in het slot klikt. Als de kaart op het moederbord is aangesloten, rest er alleen nog maar om de kaart vast te schroeven en om de stroomconnectoren aan te brengen. Als je dan de kabels een beetje opruimt en de case toedoet, is je PC klaar. En na een test blijkt gelukkig ook dat hij werkt. Ziezo, ik hoop dat je het interessant vond. Bedankt om te kijken naar deze video.